Dan gaan we toer 2. We gaan 1 losse omhoog en draaien ons haakwerkje. We gaan nu om deze steek heen maken. En dan ga ik even laten zien in het originele werk. Dan snap je wat ik bedoel. We gaan om de steek heen werken, zodat we hier een soort verbrede, verdikte rand krijgen met allemaal prachtige lusjes. Die gaan we nu aan de onderkant maken. En dat gaat als volgt. Even kijken of ik in frame ben. Jazeker. Omslag. We gaan hier aan de onderkant, ik ga even een haaknaaldje erbij pakken. Het is makkelijker als met nagels. Ik krijg nog wel eens commentaar, ik kan het niet zien door je nagels. Dus heb ik geleerd om met een haaknaald te werken. We zien hier aan de onderkant al die mooie veetjes die we gemaakt hebben, doordat we 2 keer ingestoken hebben in het al hakend opzetten. Daar gaan we dus in werken. Dus we gaan hier onder deze 2 draadjes door en gaan de steek opzetten voor de onderkant. Ga ik even laten zien. En voor de hoeksteek zou je alvast even deze 2 een beetje ruimer kunnen maken. Dan kan je precies zien waar je in moet werken. Je maakt een omslag. Je steekt in onder die 2 draadjes van je haakwerkje. Dus onder die 2 draadjes door. Dan gaat je haaknaald naar achteren. Je haalt rustig een draadje erdoorheen en zet hem op je haaknaald. En terwijl je hem op je haaknaald zet, zet je hem ook boven de rand waar we werken. Dus je ziet hier, even rustig neerzetten. Hier zie je de bovenkant van je werk. Daar wil ik het draadje helemaal naartoe, want anders knijpt die in elkaar je werk en dan krijg je geen rustige baan. Dus je moet zorgen dat hier ruimte in zit, dat die aan de bovenkant van je haakwerkje, dus hier bovenop, eigenlijk uitkomt. Ga ik laten zien. Dus je zet hem op je haakwerkje. Dat draadje is wat langer. En je maakt een half stokje erbovenop. Dan zie je dat dat draadje rustig is en ligt netjes naast elkaar. Dit is mijn eerste steek van toer 2. Dus ik ga even mijn steekmarkeren pakken. En deze steek markeren. Ik zie wel eens haakwerks dat mensen vragen, mijn haakwerk loopt scheef. Hoe komt dat nou? Waarschijnlijk omdat je dus niet de eerste steek even markeert. En als je dan in de volgende toer teruggaat, kan deze steek heel klein zijn en kan je hem vergeten. Vandaar dat ik zelf, al haak ik al jaren, even een steekmarkeertje aan de zijkant doe. En dit zijn hele mooie fijne steekmarkeerders die dicht blijven zitten. Als je interesse hebt, kan je altijd even kijken in mijn webshop www.haakwerkje.nl. En die blijven heerlijk zitten. Je kan natuurlijk ook een draadje er even doorheen doen, ook perfect. Gaan we weer verder. Omslag. We gaan de tweede steek zoeken en dan moet je even je haakwerkje omdraaien. En dan moet je goed kijken. We hebben deze nu gebruikt. Dat is de eerste steek. Dan gaan we hier naar de tweede steek en dan gaan we ook weer het draadje onderdoor halen. Dus je gaat zorgen dat je hier, ik kijk altijd eigenlijk aan de voorkant van mijn werk. Ik zoek gewoon uit hoe een steek werkt. En ik wil graag aan de voorkant van mijn werk haken, dat ik niet steeds hoef om te draaien. Dus ik heb geleerd, kijk, je kan hier aan de voorkant ook zien. Hier zie je een steek, zie je het gaatje van de steek. Hier zie je dat het steekje er ligt. En dan let ik vooral op deze draadjes die hier liggen. Nu heb ik er een beetje een rotzootje van gemaakt, want de Royal wordt heel gauw rommelig. Maar je ziet hier al die overdwarse steekjes. Dat zijn je onderste steken waar je onderdoor steekt. Als je goed kijkt, zie je dat je hier zie je dat dwarse stukje. En als je daaronder steekt, kom je precies onder die 2 steken van je haakwerk door. Dus aan de voorkant werken is echt het handigste, want dan hoef je niet steeds te draaien. Dus als je dat kan, deze hebben we gebruikt. In de volgende gaan we onder die 2 draadjes door, draadje halen. Je zet hem op je haaknaald en zorg dat je een beetje wiebelt, 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 tot hij bovenop je haakwerkje ligt. Dan haal je hem er doorheen en heb je je tweede halve stokje gemaakt. Je ziet, als ik hem te strak zou trekken, komt hier een heel groot gat. Dus deze is eigenlijk, hij is op het randje van goed zijn. Kijk, als je hem een beetje fatsoeneert, gaat hij vanzelf weer rustig. Maar hij moet niet strakker, want dan trek je hier aan de onderkant een gat. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we een compact geheel krijgen. Dus let op de spanning van je draadje. En dat kan door, ik haak met 2 vingers, dus omslag. Ik steek in de volgende 2 draadjes aan de onderkant, haal een draadje en kijk, ik werk maar met 2 vingers, waardoor ik geen spanning op mijn haaknaald of op mijn draad krijg. Ik zet hem er netjes bovenop en het moet niet zo, want dan wordt hij veel te ruim.
Maar je ziet, ik hou mijn haaknaald evenwijdig aan de toer. Dus hij ligt er hierboven. Omslag door alle drie. Nog steeds maar met twee vingers. Er zit geen spanning op mijn haaknaald. Geen spanning op mijn garen. En mijn derde steekje. Zo gaan we er 20 maken. Dus omslag onder de twee draadjes door. Draadje halen. En je zet hem erop. Een half stokje. Omslag onder de twee draadjes door. Draadje halen. Zet hem er rustig op. En maak hem een half stokje. Heel belangrijk is dat deze draadjes netjes naast elkaar liggen. Ik vind dat mooi. Ik hou van harmonie in een haakwerkje. Dus als je te snel werkt, dan gaan die draadjes over elkaar heen vallen. Dan gaat deze hier overheen. Ik word schots en scheef. Het is mooi als het allemaal gelijk, is. Dus zorg er even voor dat je steeds die draadjes weer kijkt of ze netjes naast elkaar zijn. Het is een kwestie van rustig haken. We hebben geen haast. Het hoeft niet morgen al af. Denk ik, hoop ik voor je. Dus doe rustig aan. Haal rustig het draadje erdoor. Zet geen spanning op je haaknaald. Desnoods probeer je het ook even of je met twee vingers kan haken. Het is een kwestie van aanleren en oefenen om dit te kunnen. Maak een half stokje en kijk of de draadjes netjes naast elkaar liggen. Omslag. Onder de draadjes door. En ik zie, kijk, je kan ook zo doen. Zie je twee draadjes. Ik haal een draadje. Ik zet hem er rustig op. Ik zorg dat hij boven mijn eerste toer ligt. En maak een half stokje. Onder de twee draadjes door. Draadje halen. Met alle rust een half stokje. En je ziet, als ik niet heel rustig doe, dan gaat hij toch een beetje over elkaar heen zitten. Maar je kan ze dan netjes even naast elkaar liggen. En ben je niet zo perfectionistisch, dan laat je het gewoon lekker zitten zoals je wil. Maar in het uiteindelijke haakwerk ga je het altijd zien als je rustig werkt. En even je haakwerkje eigenlijk met liefde maakt. Dat ga je echt het verschil zien. Of het schots en scheef zit of netjes recht. Ga er dus 20 maken. Ik heb er 2, 4, 6, 8. En ik ga weer even lekker verder. Omslag. Draadje halen. Zet hem er rustig op. 9. En hij is niet recht. Doordat je het sneller doet, gewoon even de tijd nemen. Omslag onder de draadjes door en zet hem erop. Is 10. Omslag onder de twee draadjes door. Draadje halen is 11. De volgende is 12. De volgende is 13. De volgende is 14. Oh, bij onder de twee draadjes door. De volgende 15. 16. 17, 18, 19 en de hoek 20. En we hebben onze 20 halve stokjes om de halve stokjes van toer 1 gebouwd. En dat ziet er zo uit. En het grappige aan de achterkant ziet hij er ook zo uit.